Mevrouw Wijmerga, wat krijgen we mee? Wat laten we na? Nou, wat we meekrijgen van onze ouders is het erfelijk materiaal. En dat laten we ook weer na aan onze kinderen. Ik zal u dat laten zien aan de hand van Lego in de Lego-winkel. DNA, genen, chromosomen, eiwitten, aminozuren. Iedereen heeft er wel eens van gehoord en weet dat het te maken heeft met erfelijkheid. Maar waar het om gaat is dit. Een deel van je eigenschappen krijg je van je vader en een ander deel van je moeder. Maar welk deel je krijgt? Het berust helemaal op toeval. Eigenlijk is het een soort tombola. Vader, moeder. Deze bakken symboliseren het erfelijk materiaal van een vader en van een moeder. En wat we hier zien zijn de bouwstenen van ons DNA. En we hebben 4 verschillende bouwstenen. En die geven we hier weer met kleurtjes. Rood, blauw, zwart en geel. Wat je meegeeft aan je kind is de helft van het erfelijk materiaal van de moeder en de helft van het erfelijk materiaal van de vader. In het DNA zitten onze erfelijke eigenschappen opgeslagen. Dus bijvoorbeeld de kleur van je ogen, je haar of hoe lang je wordt. Maar ook of je talenten hebt op bepaalde gebieden. En je gevoeligheid voor sommige ziektes. Nou, wat die blokjes doen is, die in feite bouw je die op tot je DNA. Je DNA kan je zien als een lange streng of een grote toren waarbij al die blokjes op elkaar gebouwd zijn. En daar zit onze eigenschap in opgeslagen. Heel veel van die blokjes die doen niet zoveel, maar sommige van die blokjes die noemen we genen. En die genen zijn de stukken van ons DNA waar die eigenschappen in zitten. Nou, die volgorde van die blokjes is voor een deel hetzelfde tussen mensen. Maar wat we zo nu en dan ook zien is dat er ergens een blokje toch anders is. En dat is onze variatie in DNA. En het is die variatie die bepaalt dat we allemaal anders zijn. Wat we soms ook zien is dat het steentje niet helemaal oké is. Nou, we hebben allemaal van dat soort steentjes in ons DNA waarbij een stukje ontbreekt. En over het algemeen is dat niet erg. Niemand heeft super DNA. Maar als je heel vaak zo'n stukje mist, ja, je kunt zich voorstellen als je hier een heel groot bouwwerk van maakt, dat dat dan toch in gaat storten. En geef je dat dan ook weer door aan je kinderen? Ja, dit is inderdaad wat je door kan geven aan je kinderen. Als je toevallig dit steentje hebt gepakt, dan gaat dat doorgegeven worden aan je kinderen.